leuk Shantycoor uitgenodigd die nu weer heerlijke zeemansliederen gaan zingen. We staan hier onder de Beukelsbrug op de Utbaf, under the Bridge Art Fair. Ja, en wat is dat? Het is een kunstbeurs als leuke tegenhanger van Art Rotterdam die daar in de Van Nullenfabriek plaatsvindt. En ja, we wilden eigenlijk een hele inclusieve kunstbeurs organiseren. Want kunstbeurzen zijn eigenlijk vaak heel ontoegankelijk voor de gemiddelde kunstenaar. En dat is deze kunstbeurs niet. Dit is een ultra inclusieve kunstbeurs. Iedereen is welkom. We zijn interactieve kunst aan het maken. Dus mensen kunnen hier zelf poppetjes of figuren maken of draken of ridders. En die komen dan hiervoor op het scherm. Dus dan kunnen ze zelf het eigenlijk animeren. Kijk, er zijn heel veel duizend armen. Je kan helemaal rondzwemmen. We hebben niet voor niets deze locatie gekozen, want onder deze brug of op deze brug is een bushalte waarin iedereen van Art Rotterdam komt hier aan en die stapt hier uit. Dus ze komen hier sowieso langs. En dat vonden we heel grappig. En eigenlijk ook een referentie naar de armoedige kunstenaar die dan onder een brug moet leven. Dat vonden we heel leuk. En het is ook een hele geschikte buitenruimte om een manifestatie te houden. Alles is hier 4 keer goedkoper dan daar. Nou, dan ga je naar Art Rotterdam en dan sta je ineens met een ballonnetje onder een brug. Ja, klopt. Ja, zo blijkt. Dat blijkt. Heeft u zich een beetje vermaakt op die kunstbeurs? Ik heb me wel vermaakt, maar ik ben zo oud dat ik een heleboel dingen niet meer begrijp. Wat begrijpt u dan niet aan kunst? Dan vind ik dingen echt helemaal niet meer mooi. Oh. Terwijl het dus wel officiële kunst is. En denk ik, ja. Dus ik ben eruit gegroeid. Ja. En dan staat u ineens hier onder een brug. Is dat dan kunst wat u hier ziet? Ja, dit is de zingen is natuurlijk is kunst. Ja. Nee, want dat is ook wel kunst. Alleen ervan genieten is iets anders. Kunt u dan meer genieten van onder de brug of van in de vanillefabriek? Nou, ik heb daar ook wel genoten van dingen hoor. Maar ik vind dit ook wel even heel leuk. Nou is het ook een beetje een manifestatie hè, tegen het feit, ja, Art Rotterdam, niet zo makkelijk om daar zomaar even je kunst te etaleren. De mensen die hier staan vinden eigenlijk dat kunst veel toegankelijker moet zijn. Okay. Wat vind je daarvan? Ja. Nee, ik vind het een en-en situatie dat er kunst en-en altijd, zowel toegankelijk als ingewikkeld. En hopelijk kan het allebei samengaan. Ja. Ja, het is natuurlijk een beetje een persiflage op de echte Art Rotterdam die gaande is. Want ik geloof persoonlijk dat kunst zo toegankelijk mogelijk moet zijn voor iedereen. En daarom vind ik het ook best wel aardig om gewoon lekker onder een brug te gaan staan in plaats van ergens waar de meeste mensen überhaupt niet welkom zijn. Ja, onder de vogels die...